We zijn lekker onderweg. We zitten op de, weet ik het, E6? E4 of de E6 denk ik. Geen idee. Oh, de E6. En ja, we gaan kilometertjes maken, want we moeten naar het noorden. Nou, niet helemaal naar het noorden, maar wel een stukje. We houden het nog een beetje spannend voor jullie. Maar heb je een mooie blouse aan? Ja, dat is een beetje mijn houtkokkersblouse. Ik ben in Zweden. Dus ja, een beetje in stijl is dat, hè? Ja, ja. Ja. Maar goed, we gaan een lekker stukje rijden. We zien wel waar we vandaag uitkomen. Ja. Misschien nog even shoppen. Ja, we rijden trouwens in de spits. En dat is hier al een stuk leuker dan in Nederland. En dan zitten we nog eigenlijk in het drukste gedeelte hier. Kijk maar. We zijn net bij Malmö weg. Zo druk is het dan in de spits. Nou, dat is nog wel prima. Fijn een stukje rijden. Lekker hoor. Het rijdt goed zo. Even pauze. Wat hebben we tot nu toe gedaan vandaag? Gereden. Gereden. En geshopt. En even geshopt. We hebben alvast een paar leuke dingetjes gekocht voor de kerst. Dus. En Mazzel? Mazzel moet alleen maar zitten. Mazzel heeft een trui. Oh ja, Mazzel heeft een nieuwe trui. Maar die doen we nog niet aan, want dan gaat hij. Daar wordt hij bang van. Wordt hij bang van. Als je mee moet aan hebt, is het goed. Maar. We staan gewoon even op een picknickplaats. En het voordeel bij een picknickplaats in Zweden, ik weet niet, ik kan het even laten zien, zijn die rode huisjes. En daar kan je heel vaak je toilet lozen. En dat kon ook hier. Dus daar hoef je echt niet lang naar te zoeken in Zweden. Nou, we gaan even lunchen. En dan gaan we weer door. Sla rechtsaf na 300 meter. Neem de volgende rechts. U komt aan op uw bestemming na 290 meter. Dat is mooi. Hier moet het huis staan ergens. Gaan we even naar een overnachtingsplekje. Daar waren we in september ook geweest. Daar hebben we niet opzettelijk uitgekozen, maar het lag mooi op de route. Nou, dit is hem geworden, onze tussenplek, wou ik zeggen, onze tussenstop. Het is 3:00 PM en we scheiden lekker mee uit. We hebben iets van 300 kilometer gereden of zo. Nou, prima toch. En nou kijk, een rondje draaien langzaam. Ja, het waait wel redelijk. Het is een graad of 7 geloof ik nu, dus goed te doen. En straks nog even met Mazzel door de bossen wandelen en even lekker chillen. Nog geen sneeuw, hier zeker nog niet. Het wordt vannacht 3 graden, voorspellen ze, dus dat zal nog wel eventjes. Nou, gewoon lekker even genieten, ondanks dat het fris is. Fris, het gaat nog veel frisser worden, maar ik bedoel... Het is anders als in september toen we hier waren, maar gewoon heerlijk.
Hoe vind je het hier, maat? Hoe vind je het hier? Hij heeft een nieuw pakje. Met, hoe heet die dingen? Elandoren. Elandoren en een capuchon. Een capuchonnetje. Even voor de kou of was een beetje oefenen. Goedemorgen allemaal. We zijn er weer. We waren vroeg op vandaag. Toch een klein beetje gespannen, denk ik. Ik was 5 uur wakker. En dan word je wakker op dit plekje. Ja. Schitterend toch? Het is nog een beetje donker, want het is 7:30, maar het is nog donker. We gaan weer rijden. We gaan de laatste etappe doen. Richting ons overnachtingsplekje. En dan gaan we morgen huisje bekijken. Heel veel zin in. En, nou, prima plekje hier. We hebben van niemand last gehad. Ook niet van de buren. Dus we gaan instappen. Jacques is de laatste ding aan doen. En dan gaan we rijden. Nou, we zijn lekker onderweg. We hebben even een tussenstopje. Bij de Jula. De Jula is een beetje een doe-het-zelf zaak met allerlei zooi. Nou, dan moeten we toch altijd even kijken. Ik kan er niks van doen. En leuke kleding. Dus even pauze. En, ja, ze hebben ook wel wat kleding. Daar hebben we ook alweer wat gekocht. Dus leuke tenminste de vorige keer. We gaan even kijken. Ja. Even een tussenstop. Bij Husbylandet. Een hele grote camperdealer. Kijk. Wat hebben ze hier? Kijk. Een Knaus 900. En wat hebben ze aan de overkant? Knaus 900, stikt ervan hier. Nou, we gaan even binnen kijken. Nou, we zijn even op camperjacht. Hier staan ze. Toen haak ik die voorste doek maar, die Morelo lijnen. Bescheiden, hè? Mooi spul weer, jongens. Goed, even een tussenstopje en dan gaan we weer verder. Hallo! Het laatste stukje. 87 kilometer, dan zijn we er. We hebben net even gas getankt. Elk pakketje. En dat is vooral propaan. Het is eigenlijk alleen maar propaan wat je nu tankt hier. Dus dat is ook beter, dat bevriest niet. Dus we kunnen er weer even tegen. Ze hadden lunchpauze. Ze hadden lunchpauze, maar ik kwam toch even helpen. Ja. Dus, dankjewel. Hij zal dit nooit zien, maar toch. Top bedankt. We gaan weer. En wat hebben we nog meer? We hebben ook nog een lampje gekocht, hè? Oh ja. Bij de camperdealer hebben we nog een lampje gekocht. Ja. Jacques heeft eindelijk de lampje. Ik zal hem straks even filmen, maar hij is nu aan het laden. Ja. Dus. Nou, een klein stukje, dan zijn we er. Kilometer, dan zijn we erin. Maar het is inmiddels rond het vriespunt. En ik lag net al haast op mijn platte bek. Dat de weg bevroren was. Dus het is een beetje de uitkijk op de weg, want de weg is ook nat. Dus we doen het even rustig aan. We hebben ook een mooie binnendoorweg. Dat is natuurlijk wel heel mooi, maar het is ook weinig bereden. Dus we moeten even een beetje op onze snelheid passen. Dus hop, hop, gas eraf is het een beetje nou. Maar we gaan het zien. Lopen gaat het goed. Dus, waar zijn we dan over 47 kilometer? Dan zijn we ergens, ja. Dan zijn we in, hoe heet dat? Edebeek. Edebeek. Nog. We zijn nog niet waar we gaan kijken. Nee, nog niet bij het huis, maar daar kunnen we lekker overnachten. Ja. En, dan gaan we morgen huisje kijken. Ja. Dan doen we even de locatie uit. Dus, een klein stukje, maar het is hier mooi en mensen, kijk dan, hier weer toch gewoon een huisje hebben. 34 elanden hebben we al gezien.
morgen allemaal. Het is koud, het is vroeg. We zitten in een witte wereld, niet van de sneeuw, maar wel van de vorst. Het is min 7 momenteel. En we zijn te gast, hebben we gisteren eigenlijk niet echt goed gefilmd. Rob en Ingrid. Ik woon hier al een tijdje in Zweden. Voor velen wel bekend als mensen van RV Masters. En ja, daar zijn wij een paar keer geweest nu. Ja, ze wisten dat wij op huizenjacht waren. En nou, ze hebben ons al een beetje geholpen, zeg maar, om hier een beetje te helpen met rondkijken naar de huisjes die we gezien hadden. En ze hebben ons aangeboden dat we hier eventjes mochten logeren. Nou, helemaal super. We gaan natuurlijk straks gaan we huis kijken. Hier vandaan. Een stukje rijden nog, maar dat is wel goed te doen. Maar Mazzeltje was wakker, dus dan moeten we eruit, hè. Het is echt nog wel heel erg donker hier. Het valt op de camera gelukkig wel mee, maar ik kan zien dat we toch in een winterlandschap zitten, zeg maar. Ik heb wel groene ogen, zie ik. Goed, we gaan even een mazzeltje doen. Een spannende dag vandaag. Ja, we staan hier aan de rivier. De Klarälven. Klarälven, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Maar die begint al dicht te vriezen. Kijk maar, het ijs drijft voorbij. Gisteren toen we hier reden zagen we nog geen ijs. Dus zo hard kan het gaan hier. Ah, kijk dan. Hoe waanzinnig dit is. Echt super gaaf. De keuken. Koelkast zit erin. Vaatwasser. Een oventje. Nou, dit is hem geworden, jongens. Ons nieuw huis. En we maken even een rondje door de tuin. Dit is de tuin. Achterzijde. Ik zal even een stukje eromheen lopen. En dat is de tuin, wordt er ook bij. Trampoline, maar die zal nog verdwijnen. Lekker klussen. Dan nog een stukje tuin. En aan de andere kant van de weg zit nog een stukje tuin. Sjokkie, hoe is het? Goed. Ja, hier gaan we vlakbij wonen. Nou ja, niet wonen. Eerst voor vakanties. En dan gaan de mensen allemaal zoeken op Google Maps. Nou, succes. Ja. Haha. Als je het weet, houd het even voor jezelf. Maar helemaal goed. We gaan even een stukje wandelen. Naar de camper. Terug naar de camper.
En we lopen gewoon over de weg heen hier. Zo werkt dat. Goedemorgen allemaal. Vanuit de frisse Zweden. Het is 9:50. Het is, hoe laat is het? Een uurtje of 7:30, 7:45. Kijk eens hoe mooi het hier is. Het is helemaal wit. Niet van de sneeuw, maar gewoon van de vorst. Nou, al een speciale dag vandaag wordt het. En gisteren was het natuurlijk ook al een hele speciale dag. Kom maar, even doorlopen. Want gisteren hebben we eigenlijk... zijn we naar het huis wezen kijken wat we gezien hadden in Zweden. En ja, we kunnen er nu wel ietsjes meer over vertellen. We hadden eigenlijk al in Nederland besloten dat het het huis zou worden. Maar ja, je moet het toch eigenlijk even met eigen ogen zien. Dus ja, als een speer hierheen gegaan, net voor ja, echt goed de weerberichten bekeken. Of er veel sneeuw zou gaan vallen en dergelijke. Want dan moet je toch wel een beetje rekening mee gaan houden met die grote camper als je gaat rijden. Het ging geen sneeuw vallen. Of heel weinig. En ja, tot nu toe niks. En, dus ja, dan maar gauw hierheen. Nou, gisteren huisje bekeken. Natuurlijk, er moet wat aan gebeuren. En, ja, het zijn houten huisjes en 100 jaar oud. Dus ja, het is logisch dat er wat aan moet gebeuren. Er is al het een en ander, tenminste best al veel werk aan gezet. Kom, Boefie. Dus ja, de komende jaren hebben we wat te doen. Nou, er zijn zat vragen gekomen natuurlijk. En die gaan we natuurlijk allemaal wel beantwoorden in de loop der tijd. Maar het zijn zoveel vragen. Maar een aantal vragen kan ik wel even kort beantwoorden. En ja, gaan jullie er wonen? Nee, dat gaan we niet doen. In ieder geval voorlopig nog niet. Het kan natuurlijk over een paar jaar wel veranderen. Voorlopig is het alleen voor vakanties. Ja, dat betekent gaan jullie niet meer camperen. Ja, we gaan blijven wel camperen, dat willen we wel blijven doen. Ja, camperen en het huis opknappen tegelijkertijd wordt lastig. Dus ja, de frequentie van het camperen zal iets naar beneden gaan. We gaan het zien. En nou ja, hoe dat allemaal gaat lopen. Nou ja, wordt het ook een camperplaats? Nou, daar zijn we niet helemaal over uit. Kijk, het is wel, Zweden is allemaal net even wat vrijer, maar ook hier zijn regeltjes. Zo simpel is het. Maar zo ga je even lekker omheen wandelen, even een rondje van de zaak. Dus ja, we moeten even uit gaan puzzelen of dat kan, of het allemaal mag en mogelijk is. Maar ja, uiteraard zijn volgers van Mazzel, van de Mazzel wel welkom. En niet allemaal tegelijkertijd. Het wordt een beetje donkerder, jongens, een beetje zo. Dus ja, dat ook dat... gaan we zien hoe het loopt natuurlijk. Ja, je weet nooit hoe het allemaal gaat lopen. Het is weer een nieuw avontuur voor ons. En we hebben er reuze zin in. En ik krijg nu koude vingers. Oh, kijk eens. Nou, gisteren hier loopt dan de Klarelven. Het is een beetje donker, jongens. Want het is nog donker hier. Er lag gisteren een klein beetje ijs op. Het is een grote rivier. Maar... hij ligt zo goed als helemaal dichtgevroren. Geweldig. Waanzinnig. Ik loop even naar de rivier. Dan ga ik wat eetje een stukje filmen voor jullie. En dan ga ik weer terug naar de camper. Hoe gaat het met de camper? Goed. Maar het is toch wel best koud. Heel de dag door natuurlijk. Dus we zitten even een beetje te kijken hoe we met gas gaan redden. Nou, vandaag een spannende dag, ook weer, want we gaan al tekenen. En ja, dat gaat allemaal een beetje snel, dat geeft niet. Want dat betekent dat wij in volmacht ook kunnen tekenen dat we hier niet terug hoeven als de overdracht is. Kom maar, we gaan even bij het water kijken. Nou ja, water, bevroren water. Maar dat, wat wou ik zeggen, want waarschijnlijk hebben we al in januari... de sleutel van ons nieuwe huisje, eind januari. Ja, je moet natuurlijk ook maar allemaal maar net vrij kunnen zijn. Dus nu gaan we het regelen dat wij daar niet speciaal van naar Zweden moeten. Dat is helemaal top. Nou,
ik ga een stukje lopen. Ik steek even mijn hand in mijn zak. En dan ga ik even de bevroren rivier laten zien. Ik hoop dat het een beetje te zien is, jongens. Kijk, zo wordt het al iets lichter. Dus een klein stukje lopen en dan ga ik het u even laten zien. En gisteren stroomde die nog. En nu helemaal dichtgevroren. De Klarelven, zoiets heet het. Ja, en ons huis. Ja. We willen het nog eventjes een klein beetje, de locatie een beetje voor onszelf houden. Omdat er wonen natuurlijk nog mensen in. En ook de binnenkant hebben we dus nog niet gefilmd. Maar ons huis ligt ergens een paar honderd meter van de rivier af. Ik denk 100, 150 meter van de rivier af. Ja, dat is toch geweldig. We zijn in ieder geval super blij. En we hopen dat jullie onze avonturen blijven volgen. Het zal een combinatie worden van huis in Zweden en camperen. Een beetje afwisselend. Dus super leuk. We gaan even terug voor de koffie en de thee. En dan gaan we straks naar de makelaar in Karlstad. Helemaal top. Maar dat zien jullie straks. Hallo. Hi. Hey, hey. Hey, hey. Nou, we zijn weer terug uit de grote stad. Uit Karlstad. En we hebben 300.000 handtekeningen gezet. Maar het is klaar. Het is een beetje klaar, het is geregeld. Tenminste, we hebben de sleutels nog niet, dat duurt nog even. Maar we hebben nu zo alle handtekeningen gezet. Machtiging. Machtiging, zodat we dat niet speciaal voor naar Zweden hoeven te gaan. Maar goed, als het helemaal zover is, dan gaan we wel. Maar we hoeven niet. Je zal net zien dat het op die datum net niet uitkomt of weet ik veel wat. Dus nou is het afwachten. Betalen en afwachten. Ja toch? Ja. Dus morgen gaan wij weer richting het zuiden. Gaan we weer langzaam terug. En daar hebben we de boot. Woensdagochtend. Woensdagochtend. Heel vroeg. Woensdagochtend hebben we de boot. Dus. Drie dagen. Ik film even zonder beugeltje, dus het kan een beetje schokkig zijn. Ja, je ligt in de camper. Ja. Nou, we wandelen even terug naar de camper. Hoe graad is het nu? Min 13 of zo, zoiets. Min 9, min 11. Ja, in die richting. Het is frisjes. Goed, we gaan wandelen. En dan zien jullie ons zo meteen weer. Tenminste. Vanavond of morgen. Ik denk morgen. Wij gaan even champagne open trekken. Ja. Hebben we niet. Nee, we hebben wel een bakje koffie. Maar een bakje koffie gaan we erop nemen. Ja. Hey do. Goed hoor. Ja, hey do. Hey do. Ik denk dat we wel veel vertellen of zo. We gaan even boodschappen doen, hè. We gaan weg bij RV Monsters. Ja. En we gaan nog even shoppen. Een goede dagen gehad, een leuke dagen gehad. En we gaan, ze gaan even gezellig mee, we gaan nog even shoppen. Super gastvrij, gaan we even winkeltje kijken. En dan zijn we hier in januari weer terug. Ja. Bereikt.
Waar zijn we nou weer beland? We zijn beland in Karlstad. En het was even zoeken, want de weg was afgesloten. Gratis plekje aan de rand van de stad. Het wordt alweer een beetje donker. Daar staan we. Prima voor een nachtje. Morgen gaan we weer verder afzakken. Maar we hebben nog een paar winkeltjes bezocht vandaag. Dus we hadden geen zin meer. We gaan even een klein stukje wandelen hier. Waar zijn we? Karlstad. Ja, maar hoe heet het hier? Mariebergskogen. Mariebergskogen. Skogen. Een park met van allerlei dingen te doen. Nu wordt het bijna donker, dus er is niet zoveel meer te doen. Maar ook mazzel mag erin. Kijk. Varien. Wolven. Ja, mazzel. Kijk maar uit, want we lopen hier in het bos. Kom, kijk hier. Mazzel. Mooi, hè? Kom hier. Ga maar eens kijken bij het wolfje. Ja, maar zo is ze niet van onder de indruk. Dat is goed. Dit was het weer. Einde van onze avonturen door Zweden heen. Tenminste het einde. We hebben nog 2 dagjes, dus er komt nog een aflevering vanuit Zweden. Maar eigenlijk was dit het wat betreft het huisje. Wij vinden het leuk huisje wat we gekocht hebben. Maar we kunnen er niet te veel van laten zien. En waarom niet? Beetje voor de privacy van de mensen die het gekocht hebben, hangen daar allemaal foto's. Dus, ja, en die wonen er natuurlijk nog in. Precies. Dus dat doen we later als we de sleutel hebben. Nog eventjes geduld dus voor meer beelden, maar die komen er zeker aan. En binnen een maand of 2 gaan we weer naar Zweden. Ja, nu ligt er nog geen sneeuw hier, tenminste. Net wel, net niet. Want de komende dagen gaat het sneeuwen. Maar we zullen dus in januari terug gaan. Ja, en hoe we dan gaan, dat wordt nog wel even een dingetje. Dus ja, dat gaan we zien tegen die tijd. En we hopen dat jullie deze weer leuk vonden. En bedankt voor de hele leuke reacties op ons vorige korte updateje. Heel erg leuk. We konden ze niet allemaal beantwoorden, want het waren er echt een paar 100. Ja, dus dat was echt even te veel, want ja, we hebben ook best wel druk gehad de afgelopen dagen. Maar in ieder geval allemaal hartstikke bedankt voor die leuke reacties. Nou, dit was hem. Vond je hem leuk? Geef dan een duimpje. En ook welkom voor alle nieuwe abonnees, want er zijn er heel wat bijgekomen. Ik zou zeggen, tot de volgende. Mazzel. De mazzel.